Wij zijn bij Bose geweest bij de presentatie van de nieuwe Soundlink en Soundbar. En de Soundlink hebben wij meegekregen om een review van te maken. En voordat wij het product echt gaan testen, gaan we hem eerst even uitpakken om te kijken wat er in de doos zit en wat het apparaat allemaal kan. Soundlink zit in een vrij grote doos. Dat komt omdat het ook niet een heel klein product is. Dit is overigens het eerste Bose product dat we testen bij Alpha Audio. Unicum. Nou, wat zit erin? Uiteraard de Soundlink. Een paar stekkers. Een adapter. Een mini jack kabeltje. En natuurlijk een handleiding. Nou, voor zover de doos. Dan nu de Soundlink. Het zit vrij eenvoudig ingepakt. Opvalt is dat hij best wel zwaar is. Bose heeft gezegd dat er een vrij grote accu in zit. Om het apparaat portable te houden. Hij moet het 8 uur doen op deze accu. Het hele product werkt via Bluetooth protocol. Even kijken of er misschien nog wat stroom. Nee, er zit helemaal geen energie in. Maar wellicht leuk om te vertellen: in de behuizing zitten 4 units. En die verzorgen het middenhoog. Er zit erbij nog een passieve radiator. Dubbel uitgevoerd. Die in tegengestelde richting vibreren. En die moeten voor extra laag zorgen. Bovenop vinden wij aan en uit, auxiliary in, Bluetooth koppeling en de volumecontrole inclusief mute. Achterop de adapter ingang, auxiliary ingang, een USB poort om firmware updates te doen. En er is ook een mogelijkheid om de stoffen omhulsel te vervangen. En dit is een matte uitvoering zoals u ziet. Er is ook een uitvoering met leer en een iets meer glanzende behuizing. De prijs is €299 voor deze versie en €349 voor de leren versie. Klankmatig zijn ze gelijk, dus daar hoeft u het niet voor te doen. Het is puur, ja, wat vindt u mooier. De uitgebreide review inclusief bevindingen van hoe die klinkt, die krijgt u nog. We verwachten volgende week ongeveer, kunnen we even goed beluisteren hoe die presteert. Tot die tijd zult u het met deze video moeten doen. Hartelijk dank.